Voor de eerste keer in de geschiedenis van Stukken van Mensen heeft een verkoper bewakingsagenten meegebracht. De objecten zijn zo uniek dat ze speciaal voor het programma uit een kluis zijn gehaald die zich op een geheime locatie bevindt. Het is dus zeer uitzonderlijk dat we ze te zien krijgen. Dag Alexander. Dag Evie. Zeg, ik zag jou daarnet binnenkomen, best wel indrukwekkend, met security guards. Dan ben ik wel heel benieuwd naar wat je mee hebt. Ik heb vandaag twee uitzonderlijke werken van Jan Breugel de Jonge meegebracht. Amai. Twee werken telkens gelinkt aan Vlaanderen. Mm-hmm. Stadszichten, zeg maar, waarvan in één eigenlijk ook de Spinola-rij van Brugge herkend wordt. Jan Breugel de Jonge is de kleinzoon van Pieter Breugel de Oude. Er zijn van hem 340 schilderijen bekend en hij werkte vaak samen met andere Antwerpse kunstschilders. Het zijn werken waar er eigenlijk sprake is van een samenwerking tussen Josse de Momper de Jonge en Jan Breugel de Jonge, waarbij de Momper eigenlijk een gekende landschapsschilder is, mm-hmm. die dus eigenlijk de decor, zeg maar, heeft gemaakt. Ja. Waarbij dan eigenlijk Jan Breugel de Jonge dan de dieren, de mensen en dergelijke erop heeft toegevoegd. Oef. Jongens, oh, wat is dat hier? Amai, zeg. Ja, dat hebben we hier nog niet gehad, hoor. Nee. Hm? Breugel Haven. Breugel? Ja, amai. Dat is wel serieus. Ja, prachtig. Gewoon echt prachtig. Ja, we werden er toch wel allemaal even stil van. Ik durf niet dicht te komen. Het is echt uniek dat we zoiets hier zien. Gelijk hoe, zelfs buiten een tv-programma, zoiets kom je gewoon niet tegen. Het is wel prachtig, hè? Ja. Het verhaal hier vooraan, zo heel duidelijk. Breugel is ook altijd een beetje ludiek en een beetje speels. Met veel kleur, toffe scènes. En ja, dat zijn echt levende taferelen. We hebben een rotlas nodig, hè? Een lamp. Lamp heb ik mee. Ja. En wat zie je dan zo, Patrick? Dan zie je de textuur eigenlijk van het werk. Ja. Als dat te veel gerestaureerd is, wordt dat allemaal vlakker. Ja. Picture perfect klinkt dat. Ja, het is een werk in hele goede staat. Ja. Het is een werk die oorspronkelijk in een Russische collectie terecht was gekomen. Ah, ja. En van gefortuneerde Russen is het naar een Belgische verzamelaar gegaan. Dat klinkt zeer exclusief en dus ook zeer duur. Als we rekening houden met de aankoopprijs en toch het unieke karakter en de staat waar ze zich bevinden, mm-hmm. Zitten we toch wel in een bedrag met 7 cijfers, zeg maar. Oh ja, ja. Wat is jouw bodemprijs? Goh, ik denk dat we toch moeten durven denken in een grote orde van een 2 miljoen voor twee werken tezamen. Dat zijn stevige bedragen natuurlijk, hè? Maar ja, het zijn uitzonderlijke werken ook. Hè? Ja, het zijn uitzonderlijke werken. Ze zijn ook al heel lang geleden gepubliceerd. In een publicatie van dokter Klaus Ertz, die ook een onderzoek heeft gedaan naar de werken. Die toch de expert is, zeg maar, in het vakgebied van Breugel. Ah, dus... Oeh, serieus. Ja. Ja. Het gaat voor één keer Stukken van Mensen kosten. Ja, dat denk ik wel. Ja. Hallo. Goedemiddag. Welkom. Goedemiddag. Kan je eens even voorstellen? Ik ben Alexander Tuteleers. Ik ben oprichter van Art Assistant. En in het functie van Art Assistant vertegenwoordig ik een van de verzamelaars die deze prachtige werken aan ons heeft toevertrouwd. Een mooie samenwerking van Josse de Momper de Jonge en Jan Breugel de Jonge. Er zijn ook geen restauraties aan gebeurd. Naar aanleiding van de laatste check, de UV-scan, zeg maar. Ze zijn ook gepubliceerd van dokter Klaus Ertz destijds. Dus al die documenten die zijn eigenlijk met alle plezier voorhanden. Ja. Heel hartelijk bedankt voor de uitleg. Ja. En, ik ben alvast heel benieuwd. We kijken er naar uit van u in de kamer te zien en verder te spreken, want zoiets merits a good discussion. Dus ja. Heel hartelijk bedankt, alles. Tot straks. Dank u. Ja. Maar het is een markt die niet gemakkelijk is. Iedereen zit nogal op hedendaagse kunst. Ja, het zijn toch oude meesters, is het niet zo gemakkelijk. De dag van vandaag, tenzij dat je zoiets hebt van die kwaliteit. Ja. Daarom is de documentatie zeer, zeer belangrijk. Ja, nee, absoluut. Dat kunnen we ze verkopen, anders niet. En Alexander, veel bewonderende blikken, hè? Ja, ik denk het wel. En ik denk ook dat er toch enkele serieuze interesse was van Patrick bijvoorbeeld. Die was toch wel geïnteresseerd. Ja. Paul zei ietsje minder, maar ik denk dat hij toch ook wel ergens een cliënteel daarvoor kan hebben. Want onderschat Paul niet. Hij laat nooit het achterste van zijn tong zien, maar... We shall see. Het moment dat ik de schilderijen zag, het moment dat we met de lamp erop zaten, het moment dat we het verhaal hadden van... Nee, dat wist ik al. Ik moet bellen naar... mijn klanten. Ik denk dat het iets voor Paul en Patrick gaat zijn. Boris, of doe jij mee in de running? Ja. Als het kan wel.
Dus moet eens wat rondbellen. Concurrentie in de zaal? Paul, ja. Paul heeft daar zeker klanten voor. Ik denk de enige die hier echt klant voor is, is Patrick. Patrick die heeft zijn klanten over de hele wereld een beetje, omdat hij in die veilingwereld zit. Een volgorde, heb je die kunnen bepalen? Ik zou misschien eerst binnengaan bij Paul, om eens te horen. En dan in een tweede instantie zou ik zeker en vast naar Patrick gaan, daar ben ik ook benieuwd naar. Oké. Maar wie weet, stel dat daar niets wordt, wil ik zeker en vast ook nog Boris een kans geven. En dan om te eindigen uiteindelijk bij Emily. De jonge garde als laatste. Ja, zeker en vast. Kan ook verrassend zijn, hè? Voilà, voilà. Heel veel succes en plezier. Benieuwd, dankjewel. Maar de jonge garde zal toch nog even wat geduld moeten oefenen. Want het is Paul die als eerste de kans krijgt om een bod te doen op de twee uiterst zeldzame breugels. Welkom, zet u. Dank u. Ja, dat zijn nu echt wel de belangrijkste werken dat we hier gehad hebben. Wat dat voor mij heel belangrijk is, is de documentatie. Uiteraard. Ik denk op het gebied van documentatie dat de publicaties van Klaus Herts niet onbelangrijk zijn. Ja, die Klaus Herts gaat zeker de belangrijkste zijn. Tevens heb ik eigenlijk ook een kopietje mee van het referentieboek destijds van Klaus Herts, waar dat ook de beide werken op vermeld staan. Ze zijn herkenbaar op de foto. Ik denk dat ik er echt een hele goede klant voor heb. Belangrijk is nu wel op welke basisprijs dat ik mag proberen te onderhandelen. Ja. Als je kijkt wat de werken doen over het algemeen van Jan Breugel de Jonge, denk ik dat we toch ergens richting van een 2 miljoen euro moeten gaan voor de twee werken tezamen. Ja. Ik zou voorstellen dat ik hem bel. Dus ik had een beetje geduld moeten hebben. Ik hoop dat ik hem heel rap kan contacteren. Tot zo vlug mogelijk. Ik zal even wachten. Ja, alsjeblieft. In Stukken van Mensen kopen de dealers de voorwerpen in de meeste gevallen gewoon aan en proberen ze die nadien met winst door te verkopen. Maar als het om een bedrag met 7 cijfers gaat, dan gelden er andere regels. Bij zo'n hoge sommen wordt er vaak weken of zelfs maandenlang onderhandeld om tot een akkoord te komen. Maar Paul hoopt dat hij zijn potentiële Russische klant toch kan overtuigen om nu met een goed bod te komen en de deal direct te sluiten. Sorry, geen enkel probleem. Maar ik had hem toch direct aan de lijn. Hè. Maar ik heb een beetje gewoon... Uiteraard. Dat is normaal dat ik... Vraag de woordje uitleggen. Ja. Zeer, zeer geïnteresseerd. Maar ik wil ze natuurlijk zeer graag zien. Ik kan hier rap zijn. Ik kan hier volgende week al zijn voor ze te bekijken. Uh-huh. Maar ik zeg, ik moet een cijfer zeggen nu. Ik ben gezegd, kijk, ik vertrouw op u. Dus het is ik die verantwoordelijk ben voor heel de zaak. Op die basis heeft hij een bod uitgebracht. Mm-hmm. Hij heeft een bod uitgebracht van 1,5 miljoen voor de twee werken. Maar enfin, ik moet volledig volgende week erbij zijn van ganse zaak af te handelen. Helaas, natuurlijk, ja, naar prijzen. Wij zijn eigenlijk van basis uit een online platform die inventarisatie doet voor mensen. Dus als zij eigenlijk aan ons een prijs communiceren, is dat eigenlijk redelijk direct een prijs die zij echt in gedachten hebben. Dus naar marges daarop is dat redelijk beperkt. Ik versta altijd dat er natuurlijk gesproken moet worden. Echter, als we van 2 naar 1,5 gaan, lijkt mij dat al een heel groot verschil. Ja, maar voor iemand die gewoon en baseert op de uitleg dat ik gegeven heb, daarmee ik vind ik 1,5 miljoen een zeer moedig bod. Ja, ja. En ik weet niet, heb je geen kans dat uw klant ik weet dat er zeer weinig gaat. Ik weet sowieso dat dat bedrag niet bespreekbaar zal zijn. Dat weet ik zeker. Mm-hmm. Ik wil altijd alles proberen, uiteraard. Ja. Maar ik vrees dat er een beetje ver af zit. Zijn bod is nu 1,5 miljoen. Als het natuurlijk niet aanvaard is, ben ik zeker dat hij mij gaat contacteren om het werk te zien. En eventueel zijn prijs een beetje te verhogen. Maar ik denk niet dat we die 2 miljoen gaan raken. Hoor. Mm-hmm. Ik vrees dat we ietsje te ver zitten om nu op dit moment te zeggen van Ik heb mijn bod, dus als het niet aan gaat... Hartelijk dank in ieder geval daarvoor. Ja. Laten we nu op dit moment misschien geen deal. Ik bekijk de andere opties. Oké, alsjeblieft. Van harte. Ik dacht, als ik mijn bod had van 1,5 miljoen, dat ik het verkocht ging zijn. Dat is niet gelukt. Eigenaardig dat ik geen positief antwoord gehad heb. Dag Alexander. Patrick. Ja, twee exceptionele werken. Ja, dat is toch wel de moeite van zoiets te zien. De moeite om toch eens tegen te komen. Ja, nee, absoluut. Ik denk de meest verantwoordelijke manier om hiermee om te springen is eigenlijk niet voor mij
om hier een bod naar u toe te doen. Want om zo'n dingen te verkopen moet je eerst ja, bijna percentsgewijs eigenlijk kunnen zeggen oké, Breugel heeft hier 30% en De Momper 70%. Ja, of als het maar 20%, 20-80 is, dat heeft allemaal een effect op prijs. Ik denk dat er al natuurlijk heel wat voorbereiding is gebeurd aan het werk. Het is niet zomaar dat we zeggen, wat hangt er hier, wat gaan we doen? Nee, tuurlijk. Bij de voorverkoop is daar ook een onderzoek naartoe gebeurd. Nee, maar als, laten we zeggen, als tussenpersoon heb ik eerst en vooral een verantwoordelijkheid naar de koper toe. Dus ja, de deal die ik u voorleg is geen geld op tafel, maar wel dat we samen eraan werken. U, mezelf, mijn collega's in Londen en dan echt de volle exploreren of het privaat verkopen aan klanten van mij in Londen of in Amerika. Mm-hmm. Ja, het had natuurlijk idealer geweest, moest je in bepaalde kandidaten gedachten hebben dat je mee kan polsen, dat je zegt van kijk, dat is iemand die daar wel voor te vinden is. Ja, ik zelf denk aan twee klanten die op dat niveau oude meesters kopen, die zeer goede collecties hebben. Mm-hmm. Maar zij willen ook al de duidelijke argumenten hebben. Dus ik moet eigenlijk een hele studie, ook voor mezelf, om dat te kunnen verkopen. Want ik kan niet iets verkopen dat ik zelf niet volledig in belezen ben. Ja, en dat kan op korte termijn. Want we hebben natuurlijk dat kan ook op korte termijn. Ik heb daar een zicht op. Binnen 2-3 weken heb ik daar een duidelijk zicht op. Ik vind het een interessante piste om te bewandelen. Dus voilà. Laat ons op pad gaan en zien waar we het beste zullen landen. Ah wel, perfect. Oké. Dat is goed. Ah, wel, magnifiek. Dank u, Alexander. Dat is graag gedaan. En dan gaan we eraan beginnen. Hè. Perfect. VD is wat het is, dan is dat zeker geen probleem om het verkocht te krijgen. Maar alles ligt hem juist in de hoeveelheid van het werk die Breugel zelf op het schilderij heeft aangebracht. En de waarde zal schommelen tussen 300.000 en 3 miljoen euro, afhankelijk daarvan. Alexander, er is een deal. Het is een speciale deal. Ja, uiteindelijk ben ik terechtgekomen bij Patrick. We gaan de krachten bundelen om op zoek te gaan naar de juiste kandidaat voor deze werken. Mm-hmm. Dat betekent op vandaag geen concreet bod? Well, ik heb zeer veel appreciatie voor het bod die Paul heeft gedaan. Ik had een definitief bod, een beslissend bod eigenlijk, maar het is niet aanvaard geweest. Ja. Het was een zeer mooi bod, zeker en vast, maar helaas ietsje te ver om daar onmiddellijk op in te gaan. Ja. Natuurlijk, misschien hadden onze andere twee dealers ook wel een bod uitgebracht. En we gaan eerst eventjes naar Emily. Alexander, in alle eerlijkheid, ik heb hier geen bod voor uitgesproken. Dit is... Iedereen heeft zijn niche natuurlijk. Ja, dus vandaar eigenlijk... Toch bedankt voor het enthousiasme. Ja, maar niet tot nul. En Boris? Ja, ik kan me een beetje bij Emily aansluiten. Het is niet zo evident om hier even een bod van 2 miljoen op tafel te leggen. Dus ja, ik heb ook niet echt iets gezegd op voorhand. Oké, Alexander, dan heb je er goed aan gedaan om voor Patrick te kiezen, hè? Voor Patrick en appreciatie nog steeds, ook voor Absoluut. Het bod van Paul. Ja. Dus ik denk dat we gaan zien uiteindelijk welke thuis dat de Breugels uiteindelijk zullen vinden. Dank je wel nogmaals. En nu met de security terug naar de veilige plek. We gaan eerst voorzichtig inpakken. Het is dat. Voilà. Oké, dank je wel. In deze aflevering sloot Koen Krukke een deal met Paul de Grande en verkocht zijn gravuren voor 400 euro. Boris is de trotse eigenaar van een Eames uit 1956 en betaalde Yves 9000 euro. De tennisracket van Justine Henin hangt binnenkort in de club van Emily voor 1625 euro. En Patrick en Alexander slaan de handen in elkaar en zoeken samen een koper voor deze zeldzame breugels.